En dan nu? Hallo kijkers. Op de theesplitsing Kronenburger Singel Joris Evensplein stonden ooit haaitanden. Die hebben ze verschoven en de oude zwart geschilderd. Dat was in 2011. In augustus 2012 maakte ik deze foto toen de zwarte verf er afgesleten was. En afgelopen zaterdag 11 juli 2015 zag het er zo uit. De witte blokken zijn ertussen uitgehaald door er asfalt over te smeren. En het zebrapad is weggekrast en er zijn rood-witte blokken bijgezet. Dat is omdat er vrachtwagens van het bouwterrein kunnen komen, bij de haven achter het tunneltje. En dan voorkom je met die rood-witte blokken dat die vrachtauto's niet zomaar ineens een fietser plat rijden. In ieder geval niet op de hoek. Als ik van mijn atelier terug naar huis fiets, moet ik dus eigenlijk eerst de Kronenburger Singel op en zie ik dit bord. Overstekende fietsers en overstekende voetgangers. Alleen de afdeling rood-witte blokken plaatsen heeft geen rekening gehouden met de gele strepentrekafdeling. Klein missertje. Ik moet dus oversteken via het zebrapad. En dan rijden de auto's dus door, want fietsers op een zebrapad, dat telt niet. Als ik dan met gevaar voor eigen leven overgestoken ben, zou ik dus weer naar links moeten rijden om dan twee keer rechts verder te fietsen. Nou, dat doet dus niemand. Lekker door het park en uiteindelijk over het zebrapad naar de Hezelstraat. Als je trouwens vanuit de Lange Hezelstraat komt en linksaf de Kronenburger Singel op wilt fietsen, kom je uiteindelijk hier uit. En moet je dus over de weg gaan fietsen. Let dan wel goed op voor de vrachtwagens die van rechts van het bouwterrein bij de haven aan kunnen komen. Bedankt voor het uitkijken en tot de volgende week. Het herplaatsen van haaitanden en blokken levert één kruispunt verder wederom een fraaie compositie in zwart, wit en grijs op.